Dag beste luisteraars, welkom bij aflevering 48 van de Movies Podcast. We hebben vandaag een gast kunnen strikken, namelijk niemand minder dan Fokke van der Meulen. Ja. Jullie misschien bekend van de Fokcast en als uitbater van Café de Joker in Antwerpen. Yes. Welkom Fokke en eerst en vooral bedankt voor uw tijd. Ja, geen probleem. Geen probleem. Ik heb een uurtje tijd en dan ga ik iets eten. Dus jullie zitten. Ik ben een beetje hongerig, laten we zo zeggen. Nee, leuk om te zijn, jongens. Ja, je bent onze eerste gast met een eigen IMDb-pagina. Dus dat is ook al een mijlpaal voor ons. Ja, ik was aan het kijken op IMDb. Je staat erop. Nee, dat is niet waar. Dat is ook zelf zelfs niet. Dan heb je het gemaakt in het leven, natuurlijk. Ja. Dus, ja. Ik ga dat nu checken, want ik wist dat echt niet. Ja, ik zie Xander de Wijken zijn zaalshows, Begijn Le Bleu, Jeroen Leenders, de serie met Philip Geubels, dat soort dingen. Daar heb ik niks mee te maken. Wat de hel? Ja, je staat erop als coach een paar keer, ja, ja. Als writer van materiaal en als casting director. Ah ja, wat verdomme. Ik heb een hele cv. Ik wist ja, niet. Ja, dus... Dat is echt een visitekaartje om af te geven. Nu, over die dingen gaan we het niet hebben. Dat is jammer. Oh, godverdomme. Nee, maar we wouden gewoon eigenlijk iets horen, want jij bent ook natuurlijk uitbater van Café de Joker, zoals eerder gezegd. Yes. De maatregelen nu, wat al de tweede keer is, dat er natuurlijk iets wordt opgelegd. Hoe ga jij daarmee om? Hoe zien jouw dagen er nu uit? Ja, mijn dagen... Ja, ik ga daar... ik denk zoals iedereen een beetje... Ik ben... deels kwaad, teleurgesteld en teneergeslagen. Ik denk dat je een beetje een optelsom van de allemaal redelijk negatieve emoties. Ik dacht, die 11 uur regel was voor ons ook al echt niet fijn. Omdat je natuurlijk als café, de meeste mensen gaan pas om 11 uur iets drinken. Dus dat is al een heel probleem. Maar nu helemaal dicht is misschien nog wel iets erger. En dan zijn de maatregelen, voor zover ik ze nu kan beoordelen, die we krijgen, of de vergoedingen die we krijgen, niet voldoende om onze vaste kosten te dekken. Dus dat is best een probleem. En ik hoop dat het snel voorbij is, dat we gewoon terug open kunnen gaan. En dan gaan we kijken wat de schade dan wel financieel, emotioneel en op andere vlakken gaat zijn. Dus ja, we hebben in de Joker echt ons uiterste best gedaan om alle coronaregels te volgen. Wij waren niet dat café wat na 1 uur 's nachts te open was, of na 11 uur wanneer het was. Wij hebben ook met de comedyavonden altijd de bubbels en alles goed gedaan. En ja, dat heeft niet mogen zijn. En ik ben ook niet van mening dat het sluiten daarvan zo'n grote invloed gaat zijn op die zogezegde curve. Mm-hmm. Het sluiten van de cinema's of het sluiten van evenementen of cultuursector. Ik denk niet, ervan uitgaande dat de meeste mensen brave burgers en de meeste zalen dat netjes gedaan hebben, denk ik niet dat dat het probleem is als ik daarna zie dat de trams en de bussen overvol zitten en die mensen in mekaars gezicht aan het hoesten zijn. Dan denk ik niet dat de bubbels zoals wij dat toepasten in de Joker of in zalen om me heen, dat het probleem gaat zijn om die curve te buigen. Mm-hmm. Het is inderdaad wel zo, ja, je bent kind van de rekening en hetgeen wat je aanbiedt als comedycafé, die worden twee keer getroffen natuurlijk, hè? De artiesten dan wel. Ja, absoluut. Ja. Dus ja, dat is inderdaad wel heel jammer. Dus ik kan dat is heel jammer en ik kijk, alles wat noodzakelijk is moet je doen. Maar ik denk dat de evenementensector en de meeste mensen van de horeca niet het probleem hier veroorzaken. Of de zogenaamde brandhaard zijn die men zegt dat het is. Ik denk dat die elders liggen en dan voelt het een beetje arbitrair en oneerlijk. Mm-hmm. Ja. En qua bioscopen natuurlijk, ja. Soms denk ik wel, is het niet beter dat ze nu moeten sluiten? Want hetgeen wat in de bioscoop komt, is ook niet de moeite mainstream gekeken. Filmfest Gent heeft even voor een piek gezorgd qua, niet alternatieve films, maar andere type films. Maar ja. De Kinepolis van deze wereld, ja, er komt niet veel soeps natuurlijk in de zaal. Nee, als je niks kunt aanbieden, ja, dan kun je ook niet zeuren dat er geen mensen naar de zaal komen. Hè? Ik bedoel, ik denk dat de enige film die uit is gekomen die de moeite waard was de laatste fucking 6 maanden, was Tenet.
Klopt. Denk ik ongeveer. Ja, klopt. Maar ik heb hem niet gezien, maar dat X-Men verhaal, die New Mutants, dat was eigenlijk, voor wat mijn interessesfeer betreft, was dat ongeveer alles wat ik kan dingen. Nu, Mulan zit daar niet in die interessesfeer, maar ik ben meer iemand die naar een Chinees restaurant gaat, maar ik, ik, ja, dat ze dat dan ook niet in de cinema gooien, dat geeft wel aan waar ook de filmmaatschappijen denken dat het naartoe moet gaan. Ik denk het ook, omdat ja, de filmmaatschappij die je aanhaalt, is natuurlijk eentje met een populaire streamingdienst die volop in opmars is. Ja. Dus ja, die zijn nu aan het uitproberen. Hè. En veel mensen hebben blijkbaar die $30, of wat was het, €20 bij ons, ervoor over om dat te betalen, voor die film te zien. Dus het huren van Mulan kost $20, of wat? $30, dacht ik, ja. En bij ons €22 was dat, ja. Maar dat is evenveel als een Blu-ray. Ja. Dat was bovenop je abonnement, hè? Dus ja, ja, dat is, ja, ja. Kijk, als dat in je abonnement zit, tot daar aan toe. Maar dat je, dus die regelen, die denken, er kijken minimaal 2 à 3 mensen naar, dus €10 per persoon, $30, fucking hell. En dat was een van de best bekeken dingen, ze. Ja. Absoluut. Ja. Dus ze zeiden ook van de mensen, het argument dat je aanhaalt van we kijken met ons gezin, dan zijn we goedkoper af dan de bioscoop. Dat argument heeft dus volgens mij bij de mensen gehaald. Ja. Dat is wel zeer nefast voor de bioscoop natuurlijk. Ja, dat zal wel zijn, ja. Ja, want als het dan een succes is, ja, dan heb je een businessmodel wat werkt. Ja, dan heb je een precedent geschapen wat alles naar de klote helpt natuurlijk. Absoluut. Ja, ik vermoed dat Black Widow dat hetzelfde lot zal ondergaan. Wel of niet in het abonnement, laat ik in het midden, maar zoals het er nu naar uitziet. Ja, en zeker omdat dat beide films zijn waar de bus niet super hoog van is. Hè, die andere live action. Tenminste, in mijn ogen, ik weet niet hoe jullie dat zien, maar in mijn ogen is dat niet dezelfde bus als die andere live-action Disney-films of de andere Marvel-films. Ik ben niet de persoon die zegt, godverdomme, nu wil ik weten hoe het is met Black Widow. Want dat is ook weer een film die terug in de tijd gaat, dus ik weet al waar het naartoe gaat. Dat vind ik ook altijd zo jammer. Ja, het is een soort van add-on aan het MCU. Hè. Het is geen kern van het verhaal, maar het is zoiets dat ernaast staat eigenlijk. Hè. Ja. Dus ik snap het wel, ja. Wij zijn persoonlijk, denk ik, alle drie wel fan van Scarlett Johansson, dus daarom zullen wij gaan kijken. Maar het verhaal aan zich ben ik ook... Ja, maar met het geluid af... Ik sprak maandag Robin Broos en die heeft het over soundtracks. En de soundtrack van Lost in Translation, de vinylversie daarvan, vertelde die, heeft als voorkant het achterwerk van Scarlett Johansson. En ik zou dan aanraden om die plaat te kopen in plaats van om naar Black Widow... Gewoon, je hebt het achterwerk van Scarlett Johansson. Heb je nog meer nodig? Dat is een beetje de vraag eigenlijk. En nog ideale een goede plaat ook nog. Dus dat is wel, ja. Tijdens de vorige lockdown, zullen we maar zeggen, hebben we geleerd dat je grote fan bent, of fan bent van de films van John Carney. Ja. Ierse regisseur, doorgebroken met Once, denk ik. Een muzikale film. Nadien ook Begin Again in Sing Street. Yes. Waarom net die films? Ik moet heel eerlijk bekennen dat het volledig op konto is van Xander de Rijken, die mij daartoe heeft aangezet. Omdat ik ben een jaren 80 nerd. Ik was in een best ver verleden een jaren 80 DJ. Dus ik ken wel iets van jaren 80 muziek. En die Sing Street film is natuurlijk The Breakfast Club meets The Commitments. Speelt zich volledig af in de jaren 80. En Xander zei, ja, die film, die ga je geweldig vinden. En hij had geen ongelijk. Ik vond dat echt een fantastische film. Op alle vlak. Muzikaal, qua het spel, de personages, het script. Alles vond ik... daar zat nou wat mij betreft geen slecht dingetje in. Dus ja, zoals andere nerds, ga je dan de rest van de man zijn oeuvre ook bekijken. En die blijken eigenlijk ook gewoon zeer leuk te zijn. Zeker ook die eerste film Once, wat hij dan met die kerel wiens naam ik vergeten ben, maar even opzoek, zodat het net lijkt of ik het uit mijn hoofd weet. Glenn Hansard gemaakt heeft, die trouwens ook de muziek geschreven heeft van Sing Street. En die combinatie was ook een gouden combinatie.
En dan die Begin Again, ja, dat is oké. Dat is niet zijn beste in mijn ogen, maar dat is nog altijd een zeer leuke film. En bijvoorbeeld de scène dat die gast haar ziet zingen en dan alles eromheen ziet. Ja, ja, dat is een keigoede scène. Ik vond Mark Ruffalo er ook wel heel goed in. Absoluut, de Hulk heeft dat keigoed gedaan. Ja, absoluut. Dat was de Hulk zoals we de Hulk nog niet vaak gezien hadden. Ik heb wel die Modern Love reeks niet van hem bekeken. Ik weet niet of jullie dat wel hebben gezien. Nee, ik niet. Nee. Want daar was Xander eigenlijk ook heel positief. Dat zijn allemaal zo'n kleine liefdesverhaaltjes, maar wel ook echt leuk. Met dezelfde vlotheid van het script eigenlijk. Dus, en is het dan een soort van Love Actually-achtig iets? Dat die dingen samenkomen op het einde? Of? Nee, ik denk dat dat gewoon allemaal korte afleveringen zijn. Of tv op zichzelf staande verhalen. Maar dat weet ik niet, want ik heb het ook niet gezien. Ja, ik heb persoonlijk enkel Sing Street gezien. En ook nog maar vrij recent. Hè, toen jij het op Vertigo had aangeraden, dacht ik van ik ga dat eens bekijken. Ah ja. En dat vond ik echt wel een hele goede film. Echt fantastisch. Nou, dat is ook, ik vind het ook zijn beste. Maar die Once is ook heel erg goed. En het aardige is dat die Once, dus dat gaat over een straatmuzikant die geen relatie met een vrouw krijgt, maar er wel samen mee gaat zingen en dit en dat. Het aardige is dat die gast die dat is, dat is die Glenn Hansard, die komt van een band die heet The Frames. En dan hebben ze die Swell Season. Ja, dus die film Once heeft dan de Oscar gekregen voor beste muziek. En dan zijn die acteurs, die hoofdrolspeelster en die kerel, die zijn op tour gegaan. En die band heet The Swell Season. En er was dan wel een koppel geworden. Dus op film niet, maar in de... Spoiler alert, op film niet. Maar in echt wel. En dan zijn die op tour gegaan. En dat is The Swell Season. En daar is ook weer een documentaire over gemaakt. Die ook enorm de moeite is. Dus over die twee mensen die... In die relatie loopt slecht. Hij is gewend als rockartiest om voor het publiek te staan. Zij vindt dat veel moeilijker, al die aandacht en die mensen die handtekeningen vragen en zo. En dus die breekbare muziek gekoppeld aan die een privé ding is en zo, is dan ook nog eens een hele goede documentaire. Dus er zit van alles is er gaande met die mensen. Die is ook op een heel klein budget gedraaid, denk ik. Hè? Die Once, ja. Dat was echt super low budget. Ja. Dat is absoluut. En soms is er een klein budget... geen obstakelen. Meestal is dat zelfs, komt dat de creativiteit ten goede. Nu, bij Sing Street, ja, voor mij ook zo goed mag, is dat uiteraard in 80s muziek. Ik denk The Cure komt daarin, in Hell & Oates, noem maar op. Ja, het aardige is dat alle liedjes die band speelt, die zijn bijna gepikt, hè, heel schatplichtig aan The Cure, Duran Duran, Hall & Oates... dus allemaal typisch jaren 80 zaken. En aardig is zo, zeker dat Cure-nummer. Ik was vroeger een enorme, nog altijd wel een beetje, een enorme Cure-fan. Ik heb zelfs een half jaar dat haar gehad. laten we zeggen 1989. Maar, en dat was te veel werk. Maar dat is geweldig. Ik ben daarna, dus ik had die vinyl van de soundtrack gekocht. En daarna dacht ik, dan moet ik Head on the Door... De plaat van The Cure, waar het een beetje op gebaseerd is, heb ik ook gekocht. Dus het zette mij ook weer aan om ethisch muziek aan te schaffen. Yesterday I got so old, I felt like I could die. Yesterday I got so old, it made me want to cry. Go on, go on, just walk away. Go on, go on. Nu, je had het er juist ook. De commitments aan, is dat muziek in films iets dat u meer aantrekt? Denk aan bijvoorbeeld This is Spinal Tap of zo, of iets recenter, Blinded by the Lights. Zijn dat echt films waar je Blinded by the Lights heb ik nooit gezien, dus daar weet ik niet van. Wat is dat? Dat is een film van vorig jaar over waar gebeurt vooral een Pakistanse jongen dat geïnspireerd door Bruce Springsteen gaat schrijven. Van de regisseur van Bend It Like Beckham, denk ik. En met heel veel Bruce Springsteen-muziek. Ja, ik ben een grote Bruce Springsteen-fan, dus ik heb de film uiteraard gezien en goed bevonden. Dat is niet erg, jongen. Dat kan iedereen overkomen. we hebben allemaal ons... Heeft hij die een nieuwe plaat uit of zoiets? Zeer recent. Ja, Letter to You, denk ik dat heet. Ja. En is het de moeite? Ik heb ze nog niet beluisterd, dat weet ik niet. Zo'n grote fan ben je dan ook niet! Nee, Blind by Light, nooit van gehoord. Staat nu op de lijst.
Maar goed, ja, de and the commitments, this is Spinal Tap. The... Ik hou wel van, want ik heb onlangs naast de commitments voor Alan Parker heb ik ook naar Fame zitten kijken, wat ik ook zeer goed vind. Ja. Maar het mag niet te musical worden. Dus er mag muziek in zitten. Ik ben een muziekliefhebber. Maar ik hou er lief van als we dialoog gaan. Met uitzonderingen voor als het sprekende beestjes in Disney-achtige shit is. Dan vind ik het oké. Maar ik ben niet voor de musicals, eerlijk gezegd. Maar ik hou wel van films over muziek of over bands. Of, ja. Nu, je sprak daarnet over uw verleden als DJ. Ja. Nu, je gaat dat niet weten. Maar een jaar of 15 geleden kwamen wij naar uw feestjes in het Noorderterras. Ja. En hebben wij geregeld aan uw draaitafel gestaan om een verzoekje te draaien. Ik denk mezelf kennende, God, dat sowieso Living on a Prayer van Bon Jovi of sowieso. Wild Boys van Duran Duran geweest zijn. Dat draaide ik dan ook wel meestal, neem ik aan. Absoluut, waarvoor denk. Ja, ja. Wij waren wel meestal, ik zeg altijd ja. Als iemand iets kwam vragen, zei ik altijd ja. En dan besloot ik of ik het ging draaien of niet. Maar ik zei altijd, ja, is goed, komt eraan. Maar als het was meestal ook zo, echt wel. Dus... Ja, nee, maar als je goede liedjes vraagt, dan Living on a Prayer is gewoon een topnummer. Dus sowieso. Absoluut. Alright, dus jullie zijn... Ja, dat is een... Dat is, in het ver verleden was dat mijn werk. Dus... ja, ik weet de collectieve verontwaardiging toen jullie ermee stopten. Dat was echt zo van... No! Ja, dat was Noorderterras stopte ook zelf, volgens mij. Ja, klopt. Dus we zaten... Dat was al de... Want we zaten eerst... We hebben in de New Pacific, maar dan hebben we het over 1998. Dan zijn wij naar de Las Manjas gegaan. Dan hebben we een hele tijd in Zaal Jacob gezeten. En dan het Noorderterras. En dan waren we er een beetje klaar mee. Want dan was het, ik bedoel, ik ga niet nog eens ergens anders naartoe. En er zijn eigenlijk in Antwerpen Centrum, wat dat betreft, behalve de Almoezenier, zijn er eigenlijk geen zalen meer. Kan ik wel inkomen. Ja. We zijn ook een paar keer naar de Almoezenier geweest. Nu, ja, dat was dan wel iets minder geworden natuurlijk, maar... Nee, ja, voilà. die feestje in de Almoezenier, die organiseerde ik niet. Maar dat waren nog wel toffe feestjes, maar ja, dat was niet mijn zaal. Klopt. Dat is ook altijd gigantisch warm. Ja, inderdaad. Ja, klopt. De 80s flashbacks, of hoe heette dat? In de Almoezenier wel. Ja. Die van ons, die heette 80s Hits Night. Ah, ja, en onze affiche was Miami Vice. Ja, klopt. Klopt, dat was ook uw DJ-naam, was ook Castillo. Ja, mijn DJ-naam was ook filmgerelateerd. Mijn DJ-naam was Lieutenant Castillo. Ja. En Lieutenant Castillo werd gespeeld door Edmund James Olmos. En dat is Gaff in Blade Runner, mijn favoriete film. Klopt. Is ook de man die, ik denk, ja, zo'n tv-prijs gewonnen heeft voor zijn rol in Miami Vice. En dat is, voor zover ik het kan terugvinden, of dat heb ik ooit gelezen, was dat de man die met de minst dialoog toch ooit die prijs gewonnen heeft. Want die gast die zei nooit niks. Die zei gewoon, het enige wat hij zei is check it out of zo, of go for it of zo, weet je wel. Omdat die dan, Don Johnson en die anderen, die moesten dan gaan uitzoeken of ergens drugs gaan kopen, want daar kwam het meestal op neer. En dan de baas zei dan gewoon, doe je werk. En op basis van doe je werk heeft hij toch ik denk dat is dat een Emmy? Zo'n tv-prijs gewonnen. Dat is een Emmy, ja. Emmy. Ik denk dat hij daarvoor een tv-prijs gewonnen heeft. En daarna zat hij in de remake van Battlestar Galactica. Klopt. Ja, daarvan ken ik hem eigenlijk. Ik heb hem ook wel gezien in Miami Vice, maar ik heb dat niet live gezien destijds. Maar Battlestar heb ik toen wel live gevolgd. Ja, dat was, ze zijn er weer mee bezig om dat terug te rebooten of terug opnieuw op te starten, heb ik begrepen. Nog eens. Ja, dan gaat dan de derde. Ik ben natuurlijk zo oud dat ik de oorspronkelijke Battlestar Galactica op tv heb gezien. En dan de remake. En dan zou het nu de derde keer zijn. Nu, die zijn wel... Dat was wel echt zeer goed, hè, die remake. Ja, klopt, absoluut. Klopt. Ik heb de originele hier ook liggen, dus ik heb die dan op dvd gezien. Ja. Ik denk voor die tijd dat ook wel heel goed was. Dat was veel te duur. Heeft ook maar twee seizoenen kunnen gaan, omdat ze dat niet konden betalen. Omdat die wouden gewoon Star Wars op tv maken. Met het juiste steelwerk. Maar het ziet er nog altijd redelijk goed uit voor iets wat in de eind jaren 70 gemaakt is. Klopt, en met Face van de A-Team. Met Face van de A-Team, inderdaad. Ja. En Kit van Knight Rider was een robot eigenlijk. Die hadden gewoon
Ja, die Glenn Larson die dat bedacht heeft, had maar één idee. Robots hebben een lichtje wat heen en weer gaat. Heerlijk. Het is eigenlijk raar, Edward James Olmos. Voor de rest ken ik mij die van niet veel... Ja, ook al ergens een leraar speelt in een... Ja, in Stand in Delivers al, dat ze niet nooit gezien. Ja. Maar voor de rest denk ik toch eerder een bescheiden carrière. Eigenlijk, want ik vind het ook wel een supergoeie acteur. Waar ja, absoluut. Zit, zeer intens. Ja. Ja, ik weet eigenlijk ook niet. Wacht, ik zoek hem nu voor je op. En dan zal ik uit mijn hoofd net doen alsof ik weet dat hij... nog een tv-serie, dit heet Elano of Alvalor. Wat ik niet weet wat het is. Ja. En dan nu ook Mayans MC, ook een tv-reeks. Dus die blijft wel lekker bezig, hoor. Ah, en Agents of S.H.I.E.L.D. heeft hij blijkbaar ook een rolletje. Oh, nee. Die Marvel-reeks. Ja, ja. Ja, daar heb ik 2 afleveringen van gezien en ben ik mee gestopt. Dat vond ik echt niet mijn ding. Nou, ik haat mensen die zeggen, ja, maar je moet het tweede seizoen kijken, want dan wordt het beter. Maar je moet het tweede seizoen... Nee, dat is wel... het is wel dat... hoe langer dat duurt, hoe minder slecht dat werkt wel. Agents of S.H.I.E.L.D. moet ik eerlijk zeggen. En in Dexter, blijkbaar is er ook een seizoen van Dexter waar die in meespeelt, zie ik hier. Dus, dat heb ik nog tijdens gezien. Ah ja, dat is juist. Ja, ja, in die latere seizoenen, 6 of 7, denk ik. Ja, 2011, dus inderdaad, even de laatste. Ja, juist. Met die Four Riders of the Apocalypse en zo. Dat heb ik nooit gezien. De Dexter ben ik ook maar tot seizoen 4 geraakt of zo. Dus, toen is het ook minder beginnen worden. Dat is zo. Terwijl, John Lithgow is wel ook een van mijn favoriete mannen ter wereld. En die speelt ook ergens een bijrol, volgens mij. Seizoen 4 is dat, ja. Ah, dat is seizoen 4. Ja, dat heb ik niet uitgezien, op een of andere bizarre manier. Ja, ja. Je sprak daarnet van een stapeltje films dat je bij jou had liggen. Ja. Wat zit er zoal tussen? Wel, ik dacht, ik wist het ook niet, maar ik dacht, misschien moeten we het over mijn dingen die ik graag zie. Ik ben iemand die veel kijkt en ook veel herkijkt. Ik heb best een redelijke collectie. En ik had het met Tom Pele Peters over Philip K. Dick, de Amerikaanse, beetje paranoïde science fiction schrijver, die het, weten veel mensen wellicht, het Endless Dream of Electric Sheep, de inspiratie voor Blade Runner, geschreven heeft. En ik dacht dat ik alle Philip K. Dick verfilmingen op DVD of Blu-ray had, en ik ontbreek er één, maar dus die heeft, en ik heb ze dus, dan ga ik naar mijn kast toe en dan haal ik de stapel eruit. En dan denk ik van, goed, ik moet die allemaal bekijken. Dus dat is Blade Runner, The Adjustment Bureau, Blade Runner 2042, Screamers, Imposter, Minority Report, Next, Paycheck, Scattered Darkly, Total Recall, de oorspronkelijke Screamers en de Total Recall Remake. En dan ontbreekt er één en dat is... Nee, ik ontbreek eigenlijk 2, maar die ene is niet meer te vinden op DVD. En dat is de prijsvraag. Dus als mensen dat weten, dan mogen ze me die film opsturen. Oké, ja. Daar heb ik geen idee van. Nee, het is ook, ik had er ook nog nooit van gehoord. Dus dat is ook... ik heb hem besteld, maar ik ben de titel alweer vergeten. Philip K. Dick. Nee. Oh, hier. Writer... Hij heeft ook de Man in the High Castle, de reeks, gemaakt, maar die bedoel ik natuurlijk niet. Ik bedoel... Dan vind ik het niet. Ah, hier staan... Nee, ja, ik vind het niet. Crystal Crypt. En vind je het ook allemaal goed? Nee hoor, nee. Hoe obscuurder, hoe slechter meestal. Hoe high profiler... Ik bedoel, Minority Report, Blade Runner... vind ik zeer goed. Screamers is wel een soort guilty pleasure of zo. Maar Next vond ik niet zo goed. En Paycheck, dat is redelijk matig hoor, allemaal. En die imposter, daar kan ik me zelfs niet herinneren. Dus dat zal dan ook niet per se heel goed geweest zijn. Dat moet ik nog eens herbekijken. En Total Recall... Paul Verhoeven, de remake, daar kunnen we over discussiëren. Maar Paul Verhoeven is een god voor mij. Dus Paul Verhoeven heeft niks verkeerd gedaan. Dat is niet waar. Ik ben geen fan van Showgirls. Ik wou zeggen, ik ben zelfs fan van Showgirls, maar dat krijg ik niet uitgelegd, jongens. Dat krijg ik niet uitgelegd. Daar hebben we het ooit eens over gehad, denk ik, in een van onze podcasts over Showgirls. Als gigantische flop. Ja, dat was een aantal scènes nog van weten.
Ja, dat is de Joe Esterhaas, die had een Basic Instinct gemaakt, dus de sky was the limit. Nou, dat was blijkbaar echt wel een limit. Dat was heel duidelijk. En de limit was Showgirls. Ik heb er wel een special edition doos met een DVD en een boekje. Want dat moet ik dan wel hebben, want het blijft Paul Verhoeven. Maar goed is die film niet, nee. Ja, maar Elizabeth Berkeley heeft ook nog een uitkering nodig, natuurlijk. Ja, dat is wel waar. Wel een mooie bol. Heeft wel mooie borstjes. Of had, ik weet niet waar ze nu precies hangen, dat kan ik me niet beoordelen. Maar wel, zwart boek en zeker L, daar heeft hij toch wel even terug het goed gedaan, hè? Onze vriend Verhoeven. L, was dat met Isabelle Huppert? Yes. Ja, dat is wel een goede film. Dat is ongelooflijk. En dat is ook echt, ondanks dat het een Franse film is, is het ook echt weer een Verhoeven film die over seksualiteit... Ja, toch een hele, hele moderne, nieuwe manier over seksualiteit heeft. Wat niet iedereen aandurft. En hij doet dat dus gewoon. Ja, hij kan ook heel veel verschillende genres aan. Hè? Als je kijkt naar Starship Troopers, Total Recall. Ja. Totaal iets anders dan L bijvoorbeeld. Hè? Absoluut. En dat is ook waarom hij natuurlijk uit Amerika is weggegaan. Omdat hij daar alleen nog maar werd gevraagd voor science fiction. Hè, dus het laatste wat hij daar gemaakt heeft is Hollow Man. Wat natuurlijk... zijn manier van de Invisible Man is, en ik vind dat op zich helemaal geen slechte Footloose is onzichtbaar, maar het is wel hij had daar eigenlijk helemaal geen zin in. Hij wou ook iets anders maken, maar iedereen zei nee, jij bent die man van de science fiction, je hebt Robocop gemaakt, Starship Troopers, en nu moet je dat blijven doen. En dat wou hij niet doen, hoewel natuurlijk ook daar weer Hollow Man is wel de eerste film die doet wat iedereen zou doen als je fucking onzichtbaar bent. Namelijk, naakte lekkere wijn, we gaan bespieden. Hallo. Klopt. Fucking 100 jaar Invisible Man films. En wie is de eerste die het doet? Dat is fucking Paul Verhoeven. Dat zal godverdomme wel zijn. Denk ik. Briefkaarten met tegengestelde meningen mogen naar jullie gestuurd worden. Ja? Dus dat is Philip K. Dick. Een van mijn favoriete films aller tijden. Een film die ik het vaakst heb gezien in de cinema. Op nummer 2 staat Starship Troopers, die ik 6 keer gezien heb. Maar de film die ik het meest in de cinema heb gezien, zal jullie misschien verbazen, want ik weet niet eens of je hem kent. Maar dat is Naked van Mike Leigh. Ik moet passen. Ik moet ook passen. Steve? Kom mij bekend voor die titel. Ik vind jullie enthousiasme heel aangenaam, dit. Nee, is het een film over David Tulis, de acteur. David Tulis zit ook in Harry Potter, zit in heel veel dingen. Zit ook in die verschrikkelijke, gevraagde film over Island of Dr. Moreau met Val Kilmer dikke Marlon Brando. Marlon Brando. Ja. Is een gast die uit Manchester, omdat hij misschien een klein beetje een vrouw heeft aangerand, moet vluchten naar Londen en daar s'nachts een soort door de straten zwerft en daar allerlei mensen tegenkomt. De film uit 1993, als ik mij niet vergis. En ik woonde toen een jaar in Antwerpen en ik heb die toen in de cinema cartoons hier gezien en die It Struck a Chord of zoiets. Ik vond dat... Ik heb dat 9 keer bekeken, vooral om andere mensen mee naar die film te nemen, omdat ik dat zo goed vond. Dus dat is voor mij de film waar ik de dialogen redelijk goed van ken. En misschien als ik dat nu terugzie, want het is al even geleden dat ik hem nog gezien heb, voor toen heel leuk en nu niet meer of zo. Maar toen heeft me dat wel, samen met Cet Arrivé Près de Chez Vous, die ik ook toen ongeveer gezien heb, maar die heb ik maar 1 of 2 keer in de cinema gezien. Of 2 of 3 keer. Deze heb ik 9 keer in de cinema gezien. Oké. Goed. Moeten we die dingen eens proberen? Ja, het is grappig, maar ook heel zuur. Mike Leigh is de film die Mike Leigh daarna gemaakt heeft, is een waar hij een beetje mee is doorgebroken, namelijk Secrets and Lies. Die ken je. Ja, zeer, zeer. Ja. Maar die Mike Leigh heeft nog geen slechte film. Of ja, volgens mij ook nog niet zoveel slechte films gemaakt. Secrets of Lies, zeer goed. En dan daarna... met die geadopteerde dochter toch? Hè? Ja, die fantastische scène waarin bij die ene de moeder het kwarts valt. Ja, ja.
Dat is, hè, die zwarte vrouw die zegt, ja, jij bent mijn moeder. Die vrouw is wit. En die gekleurde vrouw die zegt, ja, jij bent mijn moeder. En die vrouw die zegt letterlijk, ja, maar dat kan niet. Ja. Want ik heb nog nooit met een... Wacht eens even. Dat is een ongelofelijke scène. En het aardige is dat Mike Lee ook de film Topsy Turvy gemaakt heeft. Over Gilbert en Sullivan, de twee operettenmakers. Die zich rond de 19e eeuw afspeelt, die fantastisch is. En daarna ook nog Mr. Turner. Over de schilder Turner. Wat ook een zeer goede film is. Dus die heeft een soort donker realistisch Ken Loach-achtig kantje. Maar ook een best upscale kostuumding kantje heeft hij. En daarom vind ik Mike Lee wel een hele interessante regisseur. Ik heb niet alles van hem gezien, maar wel een aantal. En we zien daar achter u een behoorlijke collectie. Ja, dat is eigenlijk mijn boekenkast, dit, waar ik gewoon wel rommel in zet. Ja. Zo. Ik zie dat Ferris Bueller onder andere staan. Ik zie Wally, denk ik. Ferris Bueller. Philip Bueller is mijn favoriete. Dit is de DVD met het jasje aan. Ik heb er eentje van Flashdance. Ja, er is er een van Flashdance. Er is er een van Footloose. Nee, Footloose niet, maar wel van Top Gun heb je die ook. En ik heb hem ook van Grease. Met de aangeklede DVD. En wat is het stuk waar je het meeste trots op bent? De ene film dat je zegt van, dit is hem. Oh, dat weet ik eigenlijk niet. Nee, ja. Nou ja, ik denk, Blade Runner heb ik denk ik een keer of 15 in verschillende versies en vormen. En in een koffertje waar de Voigt-Kampf-test zogezegd in zit. In één waar een spinner uitkomt. Dus ik heb Blade Runner echt ik ga niet zeggen alle, want dat weet ik niet. Maar de meeste versies van Blade Runner bezit ik wel. Dat is wel, ja. En heb je een voorkeur voor een bepaalde versie? Is dat de originele versie die in de cinema was uitgekomen? Of? Nee, ik vind die... ik heb het er onlangs ook nog met iemand over gehad. Maar ik vind de Final Cut is de beste versie, ja. Denk ik. Mm-hmm. Maar de eerste keer dat ik hem zag was inderdaad met de voice-over. En het is wel heel makkelijk zeggen dat die film zonder de voice-over beter is, als je hem alles gezien hebt. Want ja. Het is narratief. Waar gaat hij nou naartoe? Wat gaat hem nou doen? En die film noir voice-over was toen ik hem de eerste keer dat ik hem zag best handig, hoor. En je kunt wel zeggen, ja, die is niet nodig. En Harrison Ford deed niet graag en weet ik van wat. Dat is allemaal waar. Maar ik heb die film wel al 50 keer gezien. Dus ik weet ongeveer wat er gaat gebeuren. Maar als je die nog nooit gezien hebt, dan is het wel kopie erbij houden, denk ik. Ja, en denk jij dat Harrison Ford's personage Rick Deckard een replicant is, of niet? Nee, daar ben ik zeker van, omdat Ridley Scott dat gezegd heeft. In diverse interviews geeft hij toe dat het zo is. Alleen, het grappige is wel, je kunt op YouTube een filmpje vinden waar hij naast Denis Villeneuve zit. Yeah. Ze zitten naast elkaar voor belederende 2049. En de interviewer vraagt het, is Harrison Ford de replicant? En Ridley Scott zegt volmondig ja. En Dennis Villeneuve zegt, dat weet ik nog zo net niet. En oh, ja. Als je 2049 kijkt, blijft dat ook open. Ja, inderdaad. En wat vond je trouwens van die sequel? Ja, ik vond dat onwaarschijnlijk straf. Ik vond dat een zeer goede film. Traag, maar ja. Mooi. De juiste toon. De beelden zijn minstens even goed als het origineel. Ik bedoel, ongelooflijk knap van cinematografie. Hans Zimmer. Ja, ik vond dat zeer straf. Dat je een film kunt maken die zo... waar ik zo aan verknocht ben. En ik heb die ook... Ik heb die toen in de cinema gezien. En ik ben de dag daarna speciaal naar Brussel gegaan om die in IMAX ook nog eens te zien. Ja. Omdat ik vond... Ja, dit wil ik op een nog groter scherm zien. Nu, ze hebben nu in Antwerpen ook een IMAX. Maar dat is een soort IMAX van mijn... Ja, dat is een IMAX-je, is dat eigenlijk. Hè? Dat is helemaal geen IMAX. Ja. Dat scherm is iets groter, ja. Dat is echt spijtig, hè. Dat ze in Antwerpen ook niet zo weinig in Brussel hebben gezet. Ja. En in Brussel is ook niet de allergrootste. Maar dat is wel nog fijn en indrukwekkend.
die ja. in Antwerpen, dan voel ik, dan denk ik van, ah ja, ik ben blij dat ik hier €5 per ticket te veel voor betaald heb, zeg. Dat ja. is... He, ja, we hebben daar recent op onze website een soort van artikelreeks over geschreven, over Tenet. En de conclusie, ja, ik heb ze geschreven, dus ik heb ook de conclusie gemaakt, ja. is wel dat in Antwerpen, je mist een beetje beeld af en toe, maar het verspringen qua beeld, hè, de echte IMAX-film is zo groot, in Antwerpen verspringt hij dan tussen de anderen. In Antwerpen was het veel aangenamer. In Brussel was het verschil tussen IMAX en niet-IMAX-scènes zo groot dat het mij begon te storen. Dus hoe kleiner het scherm, hoe minder dat stoort. In Antwerpen is het zo net de minimummaat en daar heb je dat verspringen niet in beeld. Dus in beeldformaat. Ah, ik heb destijds in Brussel Dunkirk ook gezien en daar was dat ook heel fel. Klopt, ja. En viel me dat ook op een gegeven moment... Op een gegeven moment zit je wel genoeg in die film, hoor, maar zeker in het begin viel dat wel op ook. Dit verspringen tussen de twee formats. Ja, enorm. En dat vond ik dan minder aan Brussel. Dus mijn conclusie is dan van, ik ga liever naar Antwerpen. Dat is ook dichterbij, dus ook een puur geografische keuze. Maar ik ga dan toch liever naar Antwerpen IMAX dan naar Brussel. Gewoon puur omdat mij enorm stoort. Voor Christopher Nolan films. Ja, de enige die in IMAX draait. Hè. Die draait als de enige die in IMAX draait. Ja, dat is wel waar. Ja, dat klopt. Ja, dat is juist. Ja. Misschien ook David Attenborough, die ook in IMAX iets zal doen. Maar... Ja. Nee, ja, terwijl het is wel een onwaarschijnlijk format. En ik vind het wel echt cool dat Christopher Nolan zo'n bejaard format toch nog omarmt en daarin laat draaien. Want dat zijn in gigantische camera's. En dat is... ik denk dat hij er in The Dark Knight mee begonnen is, hè? Ik denk dat was het een beetje. Ik denk dat die openingsshot, overval, die bankoverval in The Dark Knight... Daar is hij er mee begonnen, volgens mij. Klopt. En nu ook heel positief dat hij ook heeft doorgeduwd om Tenet uit te brengen. Voor de studio iets minder, want hij draait net kif-kif, denk ik. Ja, hij zal geen winst maken, ook weinig verlies. Maar hij heeft toch doorgeduwd om de cinema's een hart onder de riem te steken. Ja, en als enige blijkbaar. Hè? Dus dat is wel echt straf. En het feit dat inderdaad Mulan nu heel veel geld oplevert en Tenet niet, is helaas... want het blijft natuurlijk toch gewoon een product van 100, 200 miljoen, $300 miljoen. Je kunt niet zeggen, ja, doet dat nou toch gewoon. Ja, dat gaat over heel veel geld, hè? Absoluut. Dat gaat over faillissementen of niet, hè? Ja, precies. Absoluut. Dus het is spijtig dat het nu zo loopt. Nu, ja goed, aan de andere kant, ik denk als die dan op de maand ook nog komt, krijgt hij dat er ook nog wel bij. Ja. Want ik moet eerlijk zeggen, ik ben sinds maart maar één keer naar de cinema geweest en dat was voor Tenet. Omdat ik gewoon vond... Ik had nog gratis cinema ticketten en die vervielen 30 september. Dus ik ben 29 september naar Tenet gaan kijken. Ja, ik ben ook nog geweest naar Interstellar. En naar, wat noemt het nu weer? Inception. Een beetje als voorbereiding op Tenet dan, hè? Ja, ook zeer goed. Ja, Christopher Nolan is een uniek iemand binnen de cinema, omdat hij blockbusters maakt die toch slim zijn, hè? Die toch een vorm van intelligentie verwachten van je publiek. Ja, klopt. Ik denk, wanneer was onze podcast over Tenet? Dat was ergens deze zomer, hè? Ja, eind augustus, denk ik. Zoiets, ja. En van al die uitgestelde titels die tot nu toe uitgesteld zijn, uiteraard, is er daar een bij waarvan je gezegd van spijtig, die had ik toch al graag gezien? Nou, dat Dune, de trailer van Dune heeft mij wel omver geblazen, hoor, jongens. Dat was, dat vond ik. Ik probeer dat boek te lezen. Ik ben niet zo'n fictielezer, dus ik ben al 2 jaar bezig. Ik zit nu op pagina 100, dus ik denk dat ik het juist uit ga hebben als die film uitkomt. Maar dat vond ik wel. Die trailer was wel van alle twijfel is weg. Dit wil ik gewoon nu zien. Ja. En als mensen zeggen, daar kijk ik thuis wel. Ja, nee, die trailer gaf duidelijk aan. Daar kun je niet thuis. Je kunt zeggen, ja, maar ik heb een grote tv. Ja, ik heb ook een grote tv. Maar dit moet je op echt een groot scherm gaan kijken. En wat vond je trouwens van Dune van David Lynch? Ja, ik ben een notoire David Lynch-hater. Maar ik vind dat die man in zijn pretentieuze graf moet gaan liggen. Maar ik vond Dune best oké. Ik heb dat met veel plezier gezien. Mm-hmm. Je ziet wat hij probeert en het lukt maar half.
Maar het resultaat is wel zo entertainend dat ik, ik weet niet in welk, ik denk dat Leonard Maltin in zijn, Leonard Maltin is zo'n gast die boeken schrijft, film als encyclopedie schrijft. Mm-hmm. En die, ik denk dat in die zin beschrijving van Dune stond, je weet dat je in problemen bent als de eerste 5 minuten een uitleg is waar je geen kloot van begrijpt. En dat is ook zo, hè? Dan zit zo een vrouw die legt uit wat er aan de hand is en je denkt, ik heb geen idee wat je nu gezegd hebt. Waar zijn de wormen? Dat is een beetje wat je hebt. En een van mijn favoriete film, ik weet niet of jullie die gezien hebben, maar Joe Dorowski's Dune. Ik heb je liggen. Dat is een fantastische documentaire. Dat is een onwaarschijnlijke documentaire over de veelste pretentieuze filmmaker Joe Dorowski, die drie onbekijkbare films gemaakt heeft, maar mm-hmm. die wou heel graag Dune maken. En iedereen die daarbij betrokken had, zei daarna allemaal verschrikkelijk bijzondere mensen geworden. Dus Giger was daaraan verbonden. Dan O'Bannon, die Alien geschreven heeft, was daaraan verbonden. Ja. Pink Floyd was daaraan verbonden. Mick Jagger ging de hoofdrol spelen. Dali was daaraan verbonden. Het is ongelooflijk, de cast en de Möbius, de tekenaar die ook daarna Alien gedaan. Iedereen die Alien, al die mensen die daarvoor gewerkt hebben, Giger, mm-hmm. zaten eerst op dit project. En die heeft ongeveer zo'n dik boek, wat zijn visie is op die film. En dat bezit hij nog altijd. En als hij er in die film over praat, hoe het er zou uitzien, wat het zou zijn, en de storyboards, dan zeg je, ik wil dat nu zien. Ik wil het fucking nu zien. This system make of us slaves without dignity. Without David. Inderdaad, ik kan dat zo goed beschrijven. Ja. Zijn visie. En ja, het is echt jammer dat het er niet van is gekomen. Ja, dat waarschijnlijk ook helemaal niet zo goed geweest, gelijk dat hem zegt. Maar... Nee, zeker niet. Dat was echt een robbeltje geworden. Maar, ja. maar zeker omdat hij natuurlijk nog niks van dat... Ik bedoel, dat had in die tijd al $100 miljoen gekost. Dus dat was out of the question. Maar de passie waarmee hij daarover praat is ongelooflijk. Dat is echt... Als je een film over film, ik zie heel graag films over films, ik zie ook graag documentaires, en dit is echt een enorme aanrader daarover. Ja. En als het dan ook over films, is hetzelfde wat ik daarnet zei, die Island of Dr. Moreau, daar heb je die Lost Soul, heb je dat gezien? Nee, nog niet. Dat is die Richard Stanley, is de regisseur van, die heeft nu onlangs The Color of Space gemaakt met Nicolas Cage. Ja, die heb ik gezien. Het aardige is dat Jonas Govaerts daar de second unit voor gedaan heeft. Ah, oké. En die heeft ook een documentaire gemaakt. Want ik stuurde naar hem dat ik het een hele coole film vond. En die stuurde... staat de documentaire op de DVD. Die stond daar niet op. Dus die heeft hij me doorgestuurd. Die heb ik ook in zijn hele leuke documentaire over het maken van de film. Color of Space, zeer goede film. Maar dus 25 jaar eerder, half jaren 90, wou die... het H.G. Wells verhaal Island of Dr. Moreau maken. Hij is daar dan van afgehaald van die film. John Frankenheimer hebben ze daarop gezet. En hij is dan verbond als extra, om op die set toch aanwezig te kunnen zijn. Die gast is zot als een deur, maar een zeer goede documentaire over hoe die film mislukt is eigenlijk. Ja, dus dat heet Lost Soul, The Doomed Journey of Richard Stanley's Island of Dr. Moreau. Oké, dank voor de tip. En voilà. Hoe kom je eigenlijk aan al die edities? Is dat veel import? Want het... Nee, ja, ik was van de week nog in de... Het wordt steeds zieliger in de mediamarkt. Het is daar echt zo van, nou ja, we hebben deze Disney film en we hebben die hadden we nog liggen. Dat is ongeveer het aanbod in de mediamarkt. Maar we zijn al blij dat het bestaat, want anders iets anders. Nee, ik bestel heel veel online. En amazon.co.uk of amazon.nl of bol.com. Mm. En dit zijn bijna allemaal Britse edities die hier gewoon... Want ik heb nog geen regiovrije Blu-ray speler. Dus bij Blu-rays moeten van de Europese regio zijn, momenteel. Dus dat is allemaal wel te vinden, hoor. Dat is allemaal wel te vinden. En dat is dan dus, zonder Nederlandstalige subtitles? Ja, dat is ook niet nodig natuurlijk. Met Engels, ik vind het wel prettig om... Want dat zijn ook altijd... Mensen zeggen altijd, ja, ik heb dat niet nodig. Ja, pas op. Ik zet vaak wel de Engelse subtitles aan.
Oké. Okay. Ja, de enige keer dat ik subtitles nodig heb, is bijvoorbeeld bij Gaston en Leo. ik ben van Antwerpen, maar toch heb ik dan subtitles nodig. Ja, dat is er goed. Nee, ja, ik zie graag... ja, omdat ik gewoon graag alle informatie tot mij heb. En omdat ook wij zijn zo geconditioneerd om subtitles te lezen, dat wij het moeilijk vinden als er een film Nederlandstalig inderdaad, of zelfs Engelstalig... En je hebt niet alle informatie tot je krijgt. Terwijl dat eigenlijk natuurlijk heel normaal is. Klopt, voor Engels sprekende mensen. Mm-hmm, maar ik ben ook zo geconditioneerd dat ik alle informatie binnenkrijg, dat ik hem dan vaak met Engelse subtitle opzet. Klopt. Dat zeiden de mensen bijvoorbeeld ook over Tenet. Hè? Dat zij in de Engelstalige bioscopen, dat zij sommige dialogen niet goed doorkregen. Nee, terwijl die wij daar hier of, ja, geen last van hadden. Hè? Wij hebben daar geen last van. En dan besef je ook... hoe de mix van een film... dan zeggen we altijd... amai, die Nederlandstalige films die zijn slecht gemixt. Nee, wij kunnen niet meer vertrouwen op de ondertiteling. Die zijn even gemixt als die Engelse films. Alleen, we krijgen niet alle dialogen binnen... want we kunnen ze niet lezen. Klopt. Hetzelfde bij Amerikaanse... Dus, die Amerikaanse films die zijn allemaal zo dom. Waarom leggen ze dat plot 5 keer uit... Omdat hun die plot niet gelezen hebben. Wij hebben dat gelezen. Uh-huh. En als je dat tegen elkaar vertelt, ja, dan moet je dat misschien een keer extra uitleggen voor iedereen die niet alles verstaan heeft, om te weten, en waarom gaan ze nu naar Bangkok om die gast te vermoorden? Weet je wel, dat moet je gewoon even weten dan. Dat is misschien waar het er altijd een misverstand is bij FC de Kampioenenfilms. Ja, ja, ze verstaan elkaar gewoon niet. En wij ook. En daarom moeten we al die herhalingen kijken, omdat we niet precies hebben begrepen. Ik denk dat we op deze noot kunnen eindigen. Ons uurtje zit er bijna op. Alright, nou dan doe ik nog even rappen. Wacht, hè. Hier, een documentaire over een font. Over, een documentaire over lettertypen. Helvetica. Oh, dat kent toch niet? Jawel, bestaat. De beste documentaire van vorig jaar was Apollo 11. Een van de beste films die ik gezien heb. Je hebt natuurlijk ook Shadow of the Moon, of Mission Control, of Wonder of It All, of Last Man on the Moon. Dat zijn ook allemaal documentaires over de dingen. Een van mijn favoriete films aller tijden is Rumblefish, met de muziek van Stuart Copeland. En die heeft ook een documentaire gemaakt over de Police. Dat is de drummer van de Police, en dat is Everyone Stares van de Police. Topfilm. Een van mijn favoriete films over films is Steve McQueen, The Man and Le Mans. Gaat over het maken van Le Mans, waarin Steve McQueen eigenlijk gewoon wou rondracen. En dan zien we daarna wel wat het verhaal is. En dat gaat daar. En dit is een film die heet Burn, over de, ik denk Chicago, als ik het goed heb, de Chicago brandweer dingen. Mede geproduceerd door een van mijn favoriete comedians, Dennis Leary, die in Rescue Me een brandweerman speelt en een link heeft met brandweermannen. En dit is wel een zeer straffe documentaire over brandweerlui. En shout-out naar Outland, gewoon omdat hij hier ligt. Outland, die lag hier, Outland met Sean Connery, High Noon in Space, en natuurlijk ook Moon van Moon. Duncan. Heel goede film. Heel goede film, ja, inderdaad. Oh ja, en deze lag vandaag in de brievenbus. Down. Gaat niet over een Mongooltje. Dit is Dick Maas, zijn eigen remake van The Lift. Ah, dat is goed gevonden. Oké. Ja, daar heb ik even moeten zoeken om die te vinden. Dit is ook de... dit is de Duitse versie, dus ik hoop dat de Engelse taal... Oei, dat is nacht beneden of zo. Ja, dat is shit. Oh, man, ik hoop zo hard dat de Engelse versie hierop staat. Maar goed, dit is de Dick Maas, een remake van zijn eigen film The Lift. En een grappige anekdote daar is dat die... die speelt zich af in New York in een groot flatgebouw. Film is uitgekomen de week voor 9/11. En de vraag naar films over een flatgebouw was toen niet heel groot. Dus die is geflopt. Ik denk ook niet dat dat heel goed was geweest. Maar Dick Maas is wel naast Paul Verhoeven, of net na Paul Verhoeven, de gaafste Nederlandse filmmaker ooit. Amsterdam is ook een heerlijke film, hè? Ja.
Is dat de soundtrack? Ja, dat is eigenlijk een soort van grote single. Dus dat is niet echt de soundtrack. Cool. Er staan gewoon twee nummers op. Dus het Amsterdam in de radioversie en de extended version. zalig. Een 12-inch remix zoals we dat deden in de jaren 80. Absoluut, ja. Zalig. Nee, goed, bedankt voor alle kijktips alvast. Voilà, nu weten jullie allemaal in Letterboxd. Tijdens de lockdown die er nu die volgende week is, weten jullie weer. Ja, gaan we zeker. Absoluut. Gaan we eerst wat lesje af. Oké, dat is heel goed. Ik hoop dat er iemand meegeschreven heeft, want ik heb het zelf allemaal al vergeten. Dus, We blijven gewoon luisteren. Oké. All right, gentlemen. Goed, dankjewel voor tijd te maken. En nog heel veel succes, zou ik zeggen. En, en hopelijk is alles snel terug in orde, hè? Ja, man. En dat we gewoon op een normale manier naar de cinema kunnen gaan met z'n allen. Absoluut. Hè? Ja. All right, heren. All right. Bedankt. Salut. Doe. Bye-bye. Doei. Dag.